Ja, bij me aan tafel zitten nu Tijn Kolk en Helene Molthoff. En zij zitten hier namelijk LOST, Landelijke Organisatie Studententheatervereniging. Tijn, jij bent de voorzitter. Dat klopt, ja. Ja, hoe lang doe je dat al? Al 4 jaar nu. Zo, ja. 4 jaar. Ja, ja. En ooit begonnen als student? Begonnen als student, maar inmiddels niet meer. En wat studeerde je? Ik heb industrial design gestudeerd en later een master in scenografie. Kijk, en Helene, jij bent actrice, maar jij bent op dit moment ook nog student. Ja. En jij studeert ook een prachtige studie naar moleculaire levenswetenschappen. Ja, dat klopt. Precies. En wat leer je dan? Heel erg over hoe het leven werkt op celniveau. En alle chemische reacties erbij komen kijken. En als het niet werkt, waarom niet? En wat je daar zou kunnen doen om het op te lossen. Dat soort dingen. Ja, dus een studie waarbij je voornamelijk in je hoofd bezig bent. Ja. Is dat ook de reden waarom je bent gaan acteren? Ja, ik doe toneel eigenlijk al mijn hele leven. En zeker met zo'n studie die echt behoorlijk vol is. Ja. Is het echt super fijn om dan gewoon even 1 keer per week te kunnen repeteren. Of op de borrels even met je medestudenten te kunnen praten, ontspannen. Even je hoofd leeg en gewoon gaan. Maar en ook om een andere kant van je talenten aan te spreken. Zeker, ja. 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 Het is gewoon, ja, acteren doe je. Ja, natuurlijk moet je tekst leren en zo. Maar dat doet het heel erg met je gevoel. En je kan daarin gewoon alles loslaten. Dus als je een zware week hebt gehad, je doet gewoon even een improvisatiescène. Je gooit gewoon even je gevoelens in de scène en daarna ben je gewoon rustig. Ja. Dat is heel fijn hoe dat werkt. Ik kan me voorstellen. Tijn, was dat voor jou in het begin ook een beetje een reden? Of heb jij het spelen aan zich niet zoveel gedaan? Nee, het spelen doe ik ook nog wel. Ik denk dat ik was meteen gepakt ook toen ik ging spelen. Ik ben pas op mijn 17e, 18e begonnen met spelen. Ja. En eigenlijk wilde ik meteen meer en meer. En ik heb toen heel veel theatertechniek gedaan, ook voor de opleiding in Tilburg. En toen eigenlijk is dat uitgegroeid totdat ik inderdaad een master deed en eigen voorstellingen maakte. En nu zelf dus ook theatermaker ben. Ja. Dus dat is helemaal uitgegroeid. Maar het is wel bij spelen begonnen, ja. En wat ja. wil jij met jouw theaterproducties? Wat wil jij graag? Wat is het verhaal dat jij wil vertellen? Wat is jouw rode draad? Mijn rode draad, ja, het is altijd eigenlijk. Heeft het te maken met mensen laten realiseren dat er ook andere perspectieven zijn. Ja, dat ze in andere schoenen kunnen staan en dat mensen niet ongelijk hebben als ze een andere mening hebben. Ik denk dat een van de belangrijkste dingen is die in mijn werk zit. Ja. Nou, ontzettend bijzonder actueel en het toedoen, zou ik zeggen, op dit moment. Jullie vertegenwoordigen heel veel studenten, amateurs, acteurs. Hè? Hoeveel mensen zijn er bij jullie aangesloten? Net is meer dan 1200 mensen. En is dat een hechte gemeenschap? Ja, zeker. Als LOST organiseren we gewoon een aantal activiteiten per jaar. Om de studentenvereniging met elkaar te verbinden en om de studenten elkaar te laten ontmoeten. En ook bijvoorbeeld om de besturen kennis te laten uitwisselen, dat iedereen lekker van start kan. Ja. En we hebben ook een weekend. En op die manier ontmoet iedereen elkaar. En als je elkaar het jaar daarna weer ziet, dat is echt ontzettend leuk. Ja, want ik kan me voorstellen, er waren heel veel maatregelen van toepassing op studenten. Ja. Eerst mochten jullie überhaupt niet meer samenkomen in universiteiten. Werden jullie sowieso alles werd online gedaan. Ja. Dus het theatergedeelte lag überhaupt gelijk stil. Ja, het verschilt een beetje per lid eigenlijk van ons. Ik denk dat, want we hebben onder ons zijn dan 12, 13 leden in verschillende verenigingen die wij ondersteunen. En de ene heeft alles afgelast, de ene heeft een digitale versie gemaakt, de ene heeft andere soort materiaal aangeleverd. Ja. Want in totaal zijn het iets van 70 verschillende voorstellingen die dus ook meer dan maar zouden spelen. Precies. Ja. En dus iedereen lost dat op zijn eigen manier op. Dat is natuurlijk ook wel een beetje jammer dat niet in dat opzicht misschien heel veel van elkaar leren ook gelijk. Van hoe we dat kunnen oplossen. Nou ja, daar is LOST voor. Dat is, we hebben, misschien kan je hebt een gesprek gevoerd met de vereniging. Ja, we hebben aan het begin van de quarantaine even met z'n allen samengezeten in een gesprek. Van hoe gaat het bij jullie? Waar lopen jullie nu tegenaan? En het was eigenlijk verbazingwekkend hoe innovatief verenigingen zijn. Ja. Dat mensen zeiden, oké, we schakelen naar online repetities. En ook het samenkomen met leden doen we gewoon ook online. Maar ja, het was wel even een schakeling. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Tijn, jij bent ook beeldend kunstenaar. Ja. En jij maakt ook vooral voorstellingen die dan niet met mensen zijn, maar met robots, als ik het goed zeg. Ja, zeker. Ja, Wat moeten we daarbij voorstellen? Ik werk al jaren samen met Bram van Helden. En hij is ook theatermaker. En we zijn ooit begonnen met
ja, het maken, het bewegen van plastic op een meest natuurlijke manier. En dus zonder spelers inderdaad voorstellingen maken. Ja. En dat zit een beetje op het raakvlak tussen dus de beeldende kunst en het theater ook. Ja. Dat komt eigenlijk nu wel goed uit. Nou ja, je zou gelijk denken, nou perfect, jullie kunnen gewoon door. Ja. Behalve dat het publiek dan op anderhalve meter moet zitten. Er is wel heel veel afgezegd en ik ben wel heel veel werk kwijt. Maar er is nu toevallig dat we in Tilburg, omdat de grote zaal niet gebruikt wordt, mag ik dus in de maand juli, mogen wij samen daar een tentoonstelling neerzetten waarbij drie mensen tegelijk naar binnen kunnen. Ja. Dus we mogen nu een hele maand in een grote theaterzaal staan. Dus dat is wel een luxe die eigenlijk normaal niet zou kunnen natuurlijk. Precies, een opportunity die is gekomen door deze crisis. Ja. Onderzoeken jullie dan, ik probeer nog even, wat jij zegt net, om plastic te laten bewegen op zo'n natuurlijk mogelijke manier. Mm-hmm. Is het een beetje om te onderzoeken hoe menselijke en niet-menselijke dingen interacten? Op elkaar reageren? Of? Er zit heel wat aan. Heel veel zit in het... We waren eigenlijk op zoek naar de magie van dagelijkse dingen. Ja. Het begon eigenlijk bij een idee van Bram zelf... Dat een tas met boodschappen opeens kan omvallen. Ja. Omdat een uur later nadat je hem al neer hebt gezet. Hè, dat soort, daar begon het eigenlijk mee. Daar begon die onverwachte beweging mee. Ja. En nu zijn we vooral... Ja, ik heb een technische achtergrond, dus ik ben heel snel met het ontwikkelen van motoren en met robotica. Ja. En nu voor de voorstelling zijn we bijvoorbeeld allemaal theatergordijnen aan het ophangen. Hè? Die allemaal open en dicht gaan in allemaal bijna een waterballet-achtig Ik kan me voorstellen dat deze hele periode dan ook best wel inspirerend kan werken. Omdat we ook allemaal op een andere manier tot elkaar verhouden, of niet? Ja, nou ja, ik werk sowieso al veel thuis. Ja, jij zag überhaupt al geen mensen. Er is voor jou eigenlijk niks veranderd. Ja, of ik werk in de werkplaats en dan ben ik ook in mijn eentje. En dan, Dus voor mij is er niet heel veel veranderd. Ja, behalve dat er dus heel veel afgezegd is en verplaatst is. En, Want Helene, Vooral ook binnen Lost, we hebben ook een eigen voorstelling sinds vorig jaar. Waarbij we dus met alle verenigingen samen dan een selectie maken van de beste spelers. En daar stopt het wel gelijk. En dat stopt. Ja. Dus dat is jammer. Dus dan moeten we helaas naar het volgend jaar verplaatsen. Ja. Want Helene, voor jou, ik kan me voorstellen dat voor jou dat theater wel draait om menselijke interactie. Hè? Ook op het podium. Ja. Hebben jullie dan, je zei, ik zag heel veel aanpassingsvermogen bij al onze leden. Heb jij een blik voor de toekomst of een blik op de toekomst waar je denkt, ja, daar zouden we naartoe moeten? Of? Gewoon repeteren doe je met je groep. En met anderhalve meter ertussen, dat is gewoon echt ontzettend lastig. Ja. En online repeteren, ja, je moet toch heel erg elkaar aanvoelen. Omdat theater is toch ook wel heel erg iets met wat je doet met je gevoel. Ja. En op afstand kost dat gewoon zoveel energie. En daar haal je toch eigenlijk niet hetzelfde uit. Ja. Dus dat is gewoon iets wat ontzettend lastig is, waar we tot nu toe nog ook niet echt een goede oplossing voor hebben kunnen behalve vinden. Behalve als ze zeggen, het is een contactberoep, we gaan testen en dan gaan we gewoon weer met elkaar spelen. Precies. Maar ik mis dat natuurlijk echt ontzettend nu. Ja. Want het is echt zo fijn om dat gewoon even door de week te kunnen doen. En dat valt gewoon weg. En dat is heel gek als het ook abrupt is en je niet even afscheid kan nemen van je groep of zo. Ja. Ja, het is een noodzakelijke uiting van onze emoties en gevoelens, denk ik, voor heel veel mensen. Ja, ik denk dat voor elke vereniging ook geldt. Wij lopen allemaal echt in het onderwijsseizoen. Hè? Dus iedereen was bijna klaar met hun voorstelling. Ja. Dus iedereen had al een jaar samen gerepeteerd en met een groep. En dan komt de uitlaatklep, het moment dat je het presenteert. Ja. En ik denk dat voor al die bijna 70 voorstellingen dus geldt. Ja, ongelooflijk veel mensen zijn daarbij betrokken. Ja. Dus jullie mogen eigenlijk ook heel veel mensen tekenen, denk ik. Ja, zeker. Voor wie ga jij tekenen? Voor mezelf, denk ik. Ja. Maar je vertegenwoordigt toch ik vertegenwoordig voor Lost. Ja, nee, vertegenwoordig gewoon voor... En hoeveel leden zitten daarbij? 1200. 1200? Iets meer dan 1200. Dan mag je voor 1200 mensen tekenen. Zeker. Zo zijn we. Ja. En voor wie ga jij tekenen? Ja, ook voor Lost natuurlijk. Ook voor Lost. Nou, ik mag niet twee keer 1200, want daar kijkt de notaris mee. Nee, we doen 600. Één keer 1200. Yes. Maar jullie gaan beide je naam op deze wand zetten. Dank jullie wel en ik hoop dat jullie weer heel snel samen kunnen spelen en mooie dingen kunnen maken. Ja. Dank je wel. Dank.